Ik ben een beetje zenuwachtig, want ik ben uitgenodigd door jonkvrouw Patricia de Prel de Lanier voor een lunchafspraak, om het te hebben over etiketten. Ik heb zo een soort basispakket aan manieren, maar ik weet nooit of dat echt genoeg is bij mij. Misschien moet ik toch mijn andere schoenen aandoen. Wacht, ze komt. Mijn gastvrouw is een experte in etiketten. Nog niet komen, nog niet komen. We hebben afgesproken dat ze streng moet zijn en me op mijn fouten wijst. Anders leren we toch niks bij. Dag mevrouw de Prel de Lanjep. Hallo. Hola, hola. Hallo, hallo. Ik heb iets bij voor u. Ja, maar mij, dat is ongelooflijk mooi. Ja, ik denk dat ze wel dorst gaan hebben. Ja, maar dan ook... kunnen ze dag geven. Ja, dan gaan we misschien daarna doen. Een beetje later. Kom binnen. Dank u, dank u. Kom binnen. Ik vind het heel lief van u, maar hoe ga ik het zeggen? De volgende keer misschien zendt u mij de bloemen op voorhand. Ah, echt? Of de dag daarna, om te bedanken. Maar nooit de dag zelf. Kijk, nu ben ik echt in last, want dan ga ik met die bloemen doen. Ik moet een vaas vinden, ik moet water vinden. Dus eigenlijk moet je niets meebrengen, hè? Nee? Nee, nooit. Nooit. Oh, allee. Nee, kom binnen. Dank u. Kom binnen. Buiten, want het is zo mooi vandaag. Dat is wel waar. Ah, voilà. Nu moet ik die bloemen water geven, hè? Nee, kom binnen. En de fles op koud zetten. Dus staat u daar nu alleen... Moet ik het doen? Te wachten. Nee. Moet ik helpen? Nee, helemaal niet. Slechte punt. Een valse start, maar ik had dan ook gevraagd om eerlijk te zijn. Dat is kristal. Ga zitten. Dank u. Dank u. Hier. Kan ik dat nemen, hè? Dank u. Mag ik er nu van bijten? Ja. Wat kan ik er anders mee doen? Maar ik weet het niet, want ik moet babbelen ook. En dan babbel ik met mijn mond vol. Ja, maar ik ga babbelen. Oké, is goed. Doen we niet klinken? Doet u dat niet? Oh, nee. Nee? Ah. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik ga de oorsprong daarvan geven, want dat vind ik echt leuk. De middeleeuwse mensen waren zo bang van vergiftigd te zijn. En dus als je naast elkaar kwam, moest je een beetje van mijn en u in het mijne doen. Ja, ja. En dan klinken en zeggen gezondheid. Om zeker te zijn dat je daar niet dood viel. En dan in de ogen kijken? Ja, ze want zeggen altijd dat is omdat je dan... la fidélité. Bij ons zeggen ze iets anders, hè? Wat zeggen jullie? Wat? Dan zeggen ze dat je 7 jaar slechte seks hebt. Oela, dat heb ik nog nooit gehoord. Maar dat is verschrikkelijk, vind ik. Maar dat is erg dan. Heeft u zelf veel vrienden van adel? Ja, ja. Ja? Ja, toch? Ja, toch. Maar natuurlijk, wij... Nu de jeugd niet meer. Hè. Maar wij zijn nog opgebracht in scholen waar we tezamen zaten. Daarna in de Galies waar we tezamen waren. Wat is een Galies? Wat is dat? Een Galies, dat waren feestjes die gemaakt waren alleen door de moeders van adellijke families. Ah, om te koppelen een beetje dan? Ah, om zeker te zijn dat je in hetzelfde milieu zou blijven. Ah, zie je? Ja, voilà. Maar dat bestaat nu nog. Hè. Ja? Ja, ja. Maar nu is het een beetje meer open en zijn er ook veel hoge burgerlijke families bij. Ah, ja. Hoe was dat dan? Was dat dan met zo'n een jurk die dan zo? Ja, helemaal. Zoals in de films? Zo mooi. Ja? Ja, ja, ja. Helemaal. Neemt u plaats. Dank u. Siska. Zo. Maar allee. Voilà. Het is wel een mooie tafel, hè? En je ziet, het water is al op voorhand geschenkt. Ja? Kijk, ik stel voor dat ik gewoon doe hoe dat ik... Nee, hoe dat ik mijn serviet moet op mijn schoot, hè? Oké. En ja, op je schoot. Dat weet ik, ja. Smakelijk, dat mag je niet zeggen, hè? Nee, je mag het absoluut niet zeggen. En bon appétit in het Frans ook niet. In Frankrijk en in het zuiden kom je aan tafel meer om te praten dan om te eten. Voilà. Bon, ik... Dat vind ik al moeilijk, hè? Hoe doe je dat nu? Dat kan niemand heftig, hè? Nee. Toch? Dat is toch niet... Nee, niemand kan het heel. En het brood mag je nooit snijden. Nee? Nooit. Ah. Altijd breken. Oh, maar ik wist dat niet. Maar dat zijn nog dingen die je niet weet, hoor. Bijvoorbeeld als ik u vraag, hoe maakt u het? Weet u wat dat wil zeggen?
Nee, nee. Hoe, ah. hoe gaat het? Ja, ja, maar dat gaat. Dat komt van de 17e of 18e. Toen waren de mensen obsedeerd met hoe hun darmen gingen. En als ze u vroegen, hoe maakt u het? Was het alleen te weten hoe dat u het maakte met uw darmen. Ah, dus stevig? Of ja, voilà. Vandaag wat slapper. Wat is dat? Nee. Ja, nee, maar dus de oorsprong vind ik zo ja. leuk. Van te weten dat dat de oorsprong is van mij. Voilà. Dus, Drie keer per dag. Ik vroeg mij nog iets af. Ik heb heel lang getwijfeld over mijn kledij. Voor 's middags is perfect. Ja? Maar voor 's avonds niet? Ja, het hangt er vanaf welk soort diner zit. Zou er een officieel erbij zijn of de burgemeester of zo, dan kan je een beetje meer gekleed zijn, toch? Ah ja, dan moet dan nog wel wat chique. Ja, of wel een beetje meer juwelen, of wel misschien uw ringen daar dan af. Mijn vodjes. Uw vodjes. Maar anders hier is perfect. Dat ga je ook niet doen op mijn diner, hè? Dat brood daarin doen. Nee, mag dat niet? Nee. En uw duimen lekker nog. Oh, sorry. Bedien u, ja? Ja. Ja. En nu? Wat? Vind ik moeilijk. Deze vind ik moeilijk. Nooit de neus nemen. Nee. Nooit. Dat is het lekkerste. Ja, maar natuurlijk. En de andere dan. Het puntje. Ja, ah. Maar je kunt terug elke keer een punt maken. Ja. Dat vind ik leuk. Ja. Ziet je? Dus wat moet ik nu doen? Dan terug een punt maken. Zo? Nee. Kom. Maar je mocht zelf niet de punt nemen. Je mocht zelf niet de neus nemen. Nee, de neus mag er nooit af. Hè? Als ze dat doet, dan kan je naar de hel. Nee, je maakt terug een punt. Ja, oké. Ziet je? Ja. Wat dat ik verschrikkelijk vind, dat zijn ook mensen die een broodje zo nemen en dan beginnen ze te smeren. Precies als dat smeerkaas is van 's morgens in de ochtend. Maar zo nooit. Je neemt juist een stukje en dan ben je ermee bezig. Maar je smeert zo maar niet door, hè? Nee, niet doorsmeren. Nee, vind ik. Oké. Maar het valt toch nog mee met mijn manieren, hè? Helemaal. Ik ben toch? Perfect. Echt waar. Behalve het doppen van het brood.